al eens willen paardrijden in Ibiza? En vandaag gaan we dat dus doen aan de noordkant bij Horse Valley. De les die wordt gegeven door Monique. En een van degenen waar deze Horse Valley van is, is van David. Samen runnen ze deze Horse Valley. Zoals je ziet staan de paardjes al in de wei klaar. En we hebben eerst nog een heel stuk door de bergen moeten rijden om hier te komen. Dus het was allemaal wel spannend eigenlijk. Het waren hele kleine weggetjes. Die heb ik ook niet kunnen filmen. Maar we zijn nu hier en we gaan de paarden ophalen uit de wei. Eerst werd natuurlijk gevraagd hoeveel paardrijervaring we hadden en daarbij werd het paard uitgekozen wat het beste voor ons was. Maar ik heb het idee dat ik misschien beter had kunnen zeggen dat ik eigenlijk niet zo goed kan paardrijden. Ik vind het heel erg leuk dat het aan de noordkant is, omdat ik hier nog niet zo vaak ben geweest. En ik zie nu wat ontzettend mooi de natuur hier is in de bergen. In totaal hebben we ongeveer 2 uur gereden, waarvan een aantal stukken in galop recht de berg op. En met die steentjes vond ik het af en toe eigenlijk wel een beetje eng. Maar het was echt een geweldige ervaring. Ik zal het iedereen aanraden die dol is op paardrijden. Ik ga paardrijden! Ik heb vroeger zelf een paard gehad en ik heb super veel paard gereden. Maar echt heel lang niet gedaan. 1 keertje in Ibiza met een vriendin. En met diezelfde vriendin en nog een andere vriendin gaan Westen rijden. En dat gaan we doen in Purmerend, in Purmerend Bosch Foundation. We gaan een aantal lessen volgen, meerdere. Maar de eerste les, die ga ik even vastleggen.